Boer Koos Kromwijk, we hoor je net al eventjes. Jij was niet bij deze acties vandaag. Nee. Steun jij dit wel? Wat ze hier doen op de snelweg? Ik begrijp hun wanhoop. Die wanhoop heb ik vorige week donderdagavond in de kamer kunnen uiten in mijn emotie. Daar heb ik hier ook aan tafel op vrijdagavond een podium gekregen. Daar wil ik jullie nogmaals voor bedanken. Ik wil jullie ook bedanken dat ik hier vanavond kan zitten om hun wanhoop te vertolken. Maar steun jij dit wat ze hier doen? Dus de snelweg blokkeren? Ik persoonlijk zou die snelweg op dit moment niet blokkeren. Waarom niet? Die burger dus enorme... we krijgen op dit moment enorme waardering vanuit de burgermaatschappij. De burger gaat inzien hoe ze in politiek Den Haag met de boeren omgaan. Mm-hmm. Ik zou liever willen zeggen, wij hebben op onze manier, met onze actiegroep, hebben wij de trekker naast de snelweg gezet en op het viaduct. Dus niet blokkeren. Daarnaast hebben we morgen ook mooie acties in het petto, gewoon gericht. Aan... Laten we even voordat jullie de hele actieagenda gaan ontrollen. Nee, u spreekt net even over sympathie die er is er bij een deel van Nederland, zeg ik er dan even bij, die is er zeker. Dat blijkt uit veel aspecten. Bent u niet bang dat met dit soort acties die sympathie verdampt als sneeuw voor de zon? Nee, geloof ik zeker niet. Vandaag nog uit onderzoek gebleken dat 86% nog steeds achter de boeren staat. 86% van de burgerbevolking. Een onderzoek. Welke peiling was dat? Van AD. Maar wat ik wil aangeven is die wanhoop die die boeren hebben. Jongens, ons bedrijf, ik word straks onteigend, want 70% in veel gebieden, gemiddeld 50%, wordt die boer gewoon onteigend. Zijn beroep wordt hem afgepakt. Hij mag nergens in Nederland meer zijn beroep uitoefenen. Hij krijgt een beroepsverbod. En waarop? Op beleid vanuit de overheid die maar voor een gedeelte gestoeld is op de waarheid. Er wordt... Meneer Dekker, mag ik even uitpraten? Er wordt vanuit de sector zijn de afgelopen 2 jaar heel veel oplossingen aangedragen, maar daar wordt niet naar geluisterd. En nu is de tijd dat wij die grens stellen van, jongens, ga luisteren naar die boeren. Ik heb dat vandaag ook weer tegen de medewerkers van minister Van der Wal gezegd, daar heb ik contact mee gehad. Ik zeg, alsjeblieft, zorg dat wij een luisterend oor kunnen krijgen bij de politiek. Maar denk je dan dat dit helpt? Want je zegt een peiling van het AD, maar je kunt ook stellen, hiermee verlies je de sympathie van de samenleving. Met dit soort acties en ook minister Van der Wal opzoeken, brand stichten voor het gemeentehuis. Ja, maar dat is puur die wanhoop, jongens. Word wakker, wat is met ons omgaan? Ik kon dat vertolken in mijn emotie bij de Tweede Kamer. Ik werd gehoord door de Tweede Kamer, door de beide ministers heb ik in gesprek gehad. En daardoor heb ik mijn emotie kunnen vertolken, want ik zei daar, ik spring naar beneden. En dat was op dat moment echt een wanhoopskreet. Deze boeren is ook een wanhoopskreet. Gaan ze de grens over van de wettelijke? Ja. Als ze boete krijgen, moeten ze die accepteren? Ja. Maar uiteindelijk wil ik ook, dat mag ik daar nog even, de politie doet enorm goed werk. Wij gingen naar Stroe, ze hebben ons begeleid over de snelweg. Waarom? Om reden van de veiligheid van de burgers in de steden, waar we anders doorheen moesten. En ik wil nog een... Mogen meer dan andere mensen? Nee, zeker niet. Iedereen moet zich natuurlijk aan de wet houden. En als je een demonstratie wil houden, dan wordt dat zelfs ook vaak gefaciliteerd door de politie. Dan gaan we mee en dan zorgen we dat mensen veilig kunnen demonstreren. Het probleem is dat er vandaag natuurlijk niet aangekondigd is. En dan moet je op een andere manier gaan handhaven. Dat is heel erg lastig, want het is niet even op een plein. Maar ja, het is door heel Nederland op verschillende plekken.